Voetbalclub Antwerpen is nog niet in orde met zijn licentie. En dat komt door niemand minder dan ex-voorzitter Eddy Wouters. Normaal was het licentiedossier van Antwerpen volledig rond. Maar tegen eerder gemaakte afspraken in eist Wouters nu onmiddellijk geld van de club. En daardoor moet Antwerpen tegen maandag nog een bedrag van zo'n 150.000 euro ophoesten. Maar dat zal geen probleem worden, zeggen ze bij de club. De licentie binnenhalen, het leek voor de eerste keer in jaren eindelijk eens een makkelijk verhaal te worden voor Antwerp. Maar dat was buiten één iemand gerekend, ex-voorzitter Eddy Wouters. Klopt het dat Eddy Wouters brieven heeft gestuurd naar de licentiecommissie? Dat is juist, er zijn brieven van Eddy Wouters in ons dossier bij de licentiecommissie, dat is juist. Wat stond er dan in die brieven? Die brieven gaan over het gebruik van bepaalde stukken. Die zaak moet nog voorkomen, dus met toestand dat ik niet in detail daarover uitweid. Ik kan alleen zeggen dat de raad van bestuur van de club beslist heeft van bepaalde stukken die door bestuurders en ook door meneer Wouters in het verleden getekend waren om die bij het licentiedossier te voegen als staving van een aantal zaken. En dat nu meneer Wouters het gebruik van het stuk met zich verzet eigenlijk tegen het gebruik van het stuk dat hij getekend heeft. Hij heeft daar juridische redenen voor. Juridische redenen die volgens mij onjuist zijn, maar bon, dat is een andere kwestie. Maar hij verzet zich dus tegen het gebruik van dat bepaald stuk. Daar gaat eigenlijk de brief over die hij geschreven heeft. Concreet wil dit zeggen dat Wouters nog geld te goed heeft van Antwerp. Maar de afspraak was dat hij dat bedrag de eerste 3 jaar niet zou opeisen. Dat doet hij nu toch. En daardoor brengt uitgerekend het boegbeeld van Antwerp de licentie nog bijna in gevaar. Met zo'n 150.000 euro moet Antwerp nog over de brug komen tegen maandag. Anders krijgt het zijn licentie niet. Bij de club maken ze zich geen zorgen. Is dat vervelend? Ja, omdat er sommige van die zaken moeten we nu een beetje vlugger betalen dan we van plan waren. Maar bon, goed, dat zal geen enkel probleem zijn. Tegen maandagmorgen is dat in orde. Dat is het minste, ik zal niet zeggen het minste van onze zorgen, niet, maar dat is zeker het punt niet. En voor ons staat aan de bosuil onze journalist Phil van den Bossen, die de situatie er op de voet volgt. Phil, jij bent nu ter plaatse. Kan jij ons nog meer vertellen? Joris. Ja, Lisbeth, klopt. We staan hier op de bosuil, inderdaad, Lisbeth. Het is hier toch wel wat nervositeit. Of het terecht is dat de club zich geen zorgen moet maken, lijkt me toch wel sterk, want er is hier... Eddy Wouters is net aangekomen onder politiebegeleiding. Er is hier toch wel heel wat te doen. Of het klopt dat de club zich geen zorgen moet maken, vragen we gewoon aan de voorzitter zelf, de ex-voorzitter. We staan hier naast hem. Eddy Wouters, moet Antwerp zich zorgen maken of niet? Bedoelt u sportief of financieel of administratief? Financieel, denk ik. Financieel, ik denk het niet. Met de mensen die net nu aan het bestuur zijn, er zijn advocaten bij, industriële mensen die kapitaalkrachtig zijn. Ik denk niet dat die zich zorgen moeten maken. Welke documenten hebt u precies gestuurd naar de licentiecommissie? Ik heb 2 documenten gestuurd. 1, een klein bericht met te zeggen. Ten eerste, ik ben dus weggestemd door de leden van de club. 22 leden hebben gemeend dat ze mij moesten buiten zetten na 40 jaar. En ik zal dus mijn verplichtingen nakomen, de verplichtingen die ik heb verleden jaar gezegd dat ik tot 2012, tot 1 uur 2012, borg zou staan voor al wat er op Antwerpen gebeurt, samen met een aantal andere mensen. Dus dat doe ik gestand, dus tot 1 juli. Ten tweede heb ik wel gezegd, gezien wat er gebeurd is en de brutale manier waarop dat ze mij de deur gewezen hebben, dat het niet meer kan, dat ik voor de toekomst ook nog borg sta. Slogan, hè. En wat staat er dan in het dossier dat Antwerp gestuurd heeft naar die licentiecommissie? Ja, Antwerp zal normaal alle vragen beantwoord hebben die voor een licentieaanvraag nodig zijn. Hè. Dus... Maar ook dat u nog borg zal blijven staan? Ja, het is te zeggen, ze hebben daar een stuk gebruikt dat eigenlijk niet meer geldig is. Dat is te moeilijk om uit te leggen, omdat het een juridische implicatie is. Maar er was inderdaad in het begin gezegd dat we nog, als zij respecteerden wat bij ons was... Ik had nog 2 jaar mandaat als voorzitter van de RAFC. Ten tweede hadden ze gezegd, voilà, we zullen wij ondervoorzitter maken bij de NV. En allerlei van die kleine dingen. En dat is niet gebeurd. En dus, dat is niet gebeurd. Daar stond ook in dat ze als tegenprestatie wij nog 2 jaar u niet zouden ambiteren, ons geld niet zouden terugvragen enzovoort. Maar als wij zien, zonder iets te zeggen, bij een helder blauw beneden hebben mij buiten gezet en dat niet gerespecteerd hebben. Hij is zelf opgebroken en wij gezegd, ja, dan gaat het ander ook niet door. En dus, men kan het moeilijk van ons verlangen dat wij van de deur gezet worden na...
zoveel jaar de club gefinancierd hebben, dat wij nu nog zouden opdraaien voor datgene wat in de toekomst moet gebeuren. En dat hebben we medegedeeld. Ja. Dus in juni wil u uw geld terug? Het is te zeggen, ik heb mij verbonden om hun te steunen tot 1 juli, maar dan loopt dat af. En van dan af dan zal ik natuurlijk mijn vordering opvragen. Hè. Ik kan niet nog eens zoveel jaren dat doen. Maar zoals ik zei, er gaat geen probleem zijn. Er zijn zoveel mensen nu in de club. Die 22 mensen die mij tegenstellen, die hebben natuurlijk geweten wat ik gedaan heb voor de club. En die weten wat men van mij verwacht. Die gaan dat nu overnemen. Dat is geen probleem. Er zijn 8 mensen van de NV, dat zijn 30 mensen. Ik vermoed dat... Antwerp moet zich geen zorgen maken. Ik denk het niet. Want die 30 mensen zullen toch wel gemakkelijk kunnen wat ik met een paar andere mensen gedurende zoveel jaren gedaan heb. Dus ik denk niet dat ze zorgen te maken zijn. Oké, dank u, Eddy Wouters. Ja, u hoort het, Lisbeth. Het is toch nog niet helemaal rond hoeveel geld Wouters precies zal terugeisen en of Antwerp daardoor effectief in de problemen komt nog voor het volgend seizoen om zijn licentie te halen. Dat is dus nog afwachten. Over terug naar jou, Lisbeth.